Yes, goedemorgen. We pakken weer de auto en we gaan weer op pad. We gaan weer lekker naar Willemse Sport. We gaan weer beginnen met nieuwe vlogs. Ik ga jullie vooral gewoon weer veel nieuwe dingetjes laten zien. En vandaag gaan we daarom beginnen met de e-gym. Samen met Bas ga ik dat helemaal instellen. En ja, gaan we dat dus ook doen. En dat ga ik jullie gezellig laten zien. Yes, we zijn binnen bij Wild Sport en ik ben weer gezellig met Bas. En hij gaat mij nu uitleggen hoe we gaan beginnen met de e-gym en wat jullie allemaal precies moeten doen. E-gym zijn 8 volautomatische toestellen die volledig door jouw persoonlijke trainer worden ingesteld. Welke rondjes stellen we al doen? Vervolgens ga je 2 rondes zelf maken van 2 keer 20 herhalingen. En dan ben je klaar met je krachttraining. Dan heb je al je grote spiergroepen gehad. En dan ga je daarnaast eventueel nog een conditietraining doen. En elke 3 weken gaan we controleren of dat jij vooruit bent. Nou, ik heb er zin in. Let's go! Langslopen, alles even op goede hoogte, goede lengte, op goede gewicht zetten. Vervolgens gaan we 2 rondjes maken en dan zijn we allemaal bij. Lekker hoor! Als je je training hebt volbracht. Dus dat betekent als je 2 rondjes van de e-gym hebt gedaan, dan krijg je een stempel bij 1. Nou, dat doe je dus 6 keer in 3 weken. Dat betekent dat je dus 2 keer in de week 30 minuten bezig bent met de e-gym. Dus dit is week 1, ben je klaar, dan krijg je daar een stempel. En dit is week 2 en week 3. Dus heb je je 6e training gehad, dan ga je een afspraak maken of bij de trainer of dan ook bij de receptie. En dan ga je een afspraak maken voor de volgende keer waar je een evaluatie krijgt. Daarin ga je weer de krachtmeting doen en kijken of dat je vooruit bent gegaan. En zo houden we dat elke 3 weken bij. Zien, maar het is belangrijk om eerst basis even te hebben. En dan ga je nog specifieker naar je doel werken en dan kan je keuze maken of je dat je krachttraining wilt, of je wilt body shaping, of je wilt vetverbranding. En dan kan je veel verschillende keuzes maken. Ook ik mag vandaag mijn eerste stempel zetten.